Ja, Johan Derksen op bezoek op de Kromme Dijk. Was dat een tijdje geleden? 1977 heb ik hier voor het laatst gespeeld met MVV. Hebben we ze overigens alle hoeken van het veld laten zien hoor. Was nog wel gras. Ja, is er veel veranderd sinds die tijd? Helemaal niks. Er is helemaal niks veranderd, alleen er ligt kunstgras. Maar dat vind ik ook wel de charme van deze club. Dat, sommigen noemen het verval, maar het geeft ook een charme aan een club als Dordt. Ik heb twee favoriete stadions in Nederland, Go Ahead Eagles en FC Dordrecht. Omdat hier proef je nog die ouderwetse voetbalsfeer. Hè? En hier zijn de sponsors nog niet de baas. En hier ga je nog ouderwets naar het voetballen. Een Eredivisieclub, Dordt, dat is lang geleden. Heeft zo'n club met de dingen die je net ook noemt dan wel een bestaansrecht op dat hoogste niveau? Ah, dat zal heel moeilijk worden, maar ze hebben natuurlijk met Marco Bogers een tovenaar in huis die met een minimum budget het maximale eruit gehaald heeft. En dat is echt niet te geloven hoor. Ik kijk vol bewondering naar die jongen. En het is te hopen dat hij nog een lengte van jaren hier blijft. Want zoals hij een club runt, is hij eigenlijk een voorbeeld voor heel Nederland waar met geld gesmeten wordt en waar de resultaten uitblijven. Een bijzonder verhaal dus. En toen dachten jullie bij VI, dat is misschien wel een boek waard. Nou, jullie bij VI dachten dat niet. Maar er zijn twee redacteuren van VI, die kwamen bij mij. En die hadden met Marco gesproken. En die zeiden, er zit een hartstikke leuk boek in. En dat vind ik ook. Een kijkje achter de schermen bij een low-budget club. Wat zijn daar de problemen? He, daar hebben ze niet miljoenen in de ijskast liggen om een nieuwe linksbuiten te kopen. Daar moeten ze roeien met de riemen die ze hebben. En nou, dat lijkt me een heel aardig boek. Ja, dat wordt dan een soort boek waarin een jaar op de huid wordt gezeten van deze club. Ja, die twee jongens die volgen Marco. En Marco is gelukkig een jongen die het hart op de tong heeft. Dus ik heb daar hoge verwachtingen van. Het is een leuke man die makkelijk daarover praat en ook wat durft te zeggen. Want als je dan iemand hebt die politiek correct is, dan wordt het een ontzettend saai boek. En daar hou ik niet van. Hè? Er moet wat reuring zijn. Marco Bogers is wat dat betreft een man naar uw hart. Ja, ik vind het een prima man. En ik heb vooral heel veel respect voor wat hij hier neergezet heeft. Dat is zijn verdiensten. Een titel voor het boek bedacht? Nee. Maar bij ons mag de daadwerkelijke auteur daarover meedenken. En zover zijn we nog niet. Het komt pas aan het eind van dit seizoen uit. Hè. Dus we hebben nog even de tijd.